Wie creëerde deze vormenrijkdom? Wie verbeelde zo intens het broze mensenleven in al zijn facetten? Het antwoord luidt Josephus Hermanus de Kuiper, genaamd Herman de Kuiper. De kunstenaar werd geboren in Blaasveld op 22 november 1904. Hij groeide op aan de Mechelse Steenweg in een gezin met 7 kinderen. De ouderlijke woonst Groenhof bestaat nog altijd en werd door schoenmaker Karel de Kuiper samen met zijn 4 zonen gebouwd na de Eerste Wereldoorlog. In zijn geboortedorp, een deelgemeente van Willebroek, volgde Herman tot zijn 10e levensjaar de lagere school. Het uitbreken van de Grote Oorlog maakte echter abrupt een einde aan zijn zorgeloze jeugd en studies. De drang om zijn artistieke gaven verder te ontwikkelen bleef echter bestaan. Tot aan zijn legerdienst kon de jongeling zijn ambities doorzetten. Philomena Aalbrecht, een meisje uit Willebroek, was 19 jaar oud toen ze haar toekomstige echtgenoot leerde kennen. De kunstenaar portretteerde haar regelmatig met klei, potlood of verf. Een fraaie portretbuste laat haar zien als een opgedirkte jonge vrouw met klosjehoedje. Ze lijkt te wachten op de komst van haar geliefde. Tijdens de mooie zomerdagen trok het koppel er graag op uit om met vrienden de fraaie natuur in het Broek te verkennen. Het paar trouwde in 1933. Om zijn groeiend gezin degelijk te kunnen huisvesten, kon de beeldhouwer, dankzij het mecenaat van juffrouw Elsa Gevaert, een nieuwe atelierwoonst bouwen. Hij bleef er tot aan zijn dood in 1992 leven en werken. Herman de Kuiper stichtte een groot gezin. Van de 9 kinderen bleven er 8 in leven. 6 dochters en 2 zonen. Celestina, Marie-Paul, Lutgard, Karel, Frida, Greta, Rita en met 7 jaar vertraging Chris. Ik ben Chris. En mijn vader vertelde me graag het verhaal dat zijn kindertekeningen reeds van in de kleuterklas door de zusters werden omhoog gehangen als na te volgen voorbeeld voor de andere kinderen. Zijn kinderogen zagen in het wisselende wolkenspel bij een zomerse valavond een aaneenschakeling van kleurrijke schilderijtjes. Graag werkte hij met primitieve tekenmiddelen zoals houtskool, potlood of krijt op papier en karton. Meer zelfs, de tekenkunst aanzag hij als de basis van elk plastisch werk. Zonder dit fundament was in zijn ogen geen waardevolle kunstschepping mogelijk. Hij bleef dan ook levenslang tekenen. Ook zijn zuster Emilie zette haar herinneringen op papier in een document dat postuum boven water kwam. Ze herinnert zich haar broer als een dagdromer en plaaggeest die zich graag afzonderde en de onderwijzer aan het bord tekende in alle mogelijke houdingen. Hij boetseerde zijn speelkameraden met slijk of sneed ze in grote aardappelen of bieten. Sommige kinderen vertoonde reeds vroeg een artistieke aanleg. Ook bij Herman de Kuiper manifesteerde zich al heel vlug de behoefte om zich uit te drukken in lijn, kleur en vorm. Dit laatste, zijn drang om de realiteit driedimensionaal weer te geven, was echter niet evident. Het vereist immers een speciale handvaardigheid die aldoende kan geperfectioneerd worden. Het omtoveren van zachte, bewerkbare materialen tot beeldjes, maskers en portretten van zijn vriendjes lag zeker mee aan de basis van een genre dat de kunstenaar levenslang heeft geperfectioneerd in zijn portretkunst en decoratieve koppen.
Met de toestemming van zijn ouders en op aanraden van zijn onderwijzer mocht vader zich op 16-jarige leeftijd laten inschrijven aan de Mechelse Academie. Tussen 1920 en 1923 kreeg hij in de academie een volwaardige opleiding tot beeldhouwer en schilder, om zich uiteindelijk in de stedelijke vakschool te bekwamen tot meubelsculpteur in afwachting van zijn legerdienst. Mechelen was toen nog een belangrijk productiecentrum van meubelen en had behoefte aan degelijke vakmensen. De stedelijke vakschool zorgde daarvoor en stond ook in voor de meubilering van het stadhuis. Onder leiding van Émile Bourgeois sculpteerde de Kuiper voor het kabinet van de burgemeester een zitkist. De decoratie van dit meubel verwijst naar de Italiaanse vroegrenaissance. Op de voorplaat van de koffer dragen twee fabeldieren een blinde cartouche. Flanken en zijwanden zijn versierd met arabesken. De volhouten rugfries met dansende poetie biedt een staalkaart van lichaamsbewegingen van kindernaakten. De vruchtenslinger die ze samen vasthouden benadrukt de compositorische eenheid. Het grote talent van de 16-jarige academiestudent werd onmiddellijk opgemerkt door zijn belangrijkste leermeester, Theo Blix. Hij gaf Herman in zijn huisatelier privéles en kneedde hem in 2 jaar om tot beeldhouwer. Bij Blix en in de academie bij Rick van Perk leerde Herman boetseren met klei. De kleibehandeling was impressionistisch en lag in de lijn van Rodin's werkwijze. Eveneens leerde hij er de praktijk van het omzetten van gipsen modellen in duurzame materialen met de puntpasser. Schilderles kreeg Herman van directeur Jan Willem Rozier. Met het Deilenzicht, een groot olieverfschilderij op doek, bracht de kunstenaar een hommage aan de stad waar hij 3 jaar had gestudeerd. Samen met het pastelportret van zijn zieke moeder, dat in 1923 bekroond werd met de prijs Langbeen, geeft het werk een staalkaart van zijn kunnen. Het belangrijkste monument uit de eerste lyrisch-impressionistische periode van de beeldhouwer bevindt zich in Bornem. Samen met het boerenkrijgmonument van zijn leraar Rick van Perk siert het oorlogsmonument sinds 1934 de noordkant van het Kardinaal Kardijnplein. De bronzen Christusfiguur bovenaan illustreert de brede boetseerstijl en de groep onderaan de transpositie ervan in Arduin. De relaties van de kunstenaar in het katholieke Vlaamse milieu van het interbellum leidden tot het ontstaan van een imposante reeks portretten van vooraanstaande figuren. Politica Maria Baars en haar broer, priester-bibliograaf Joris Baars. Priesterdichter Jan Hammenecker, promotor van de Ludgardverering in Vlaanderen, werd de belangrijkste geestelijke mentor van de beeldhouwer en bracht de eerste kerkelijke opdrachten aan. Een andere bekende figuur was jeugdleider Ernest van der Halle en dramaturg Anton van de Velde, bezieler van het Vlaamse volkstoneel. De bekendste portretkop waarmee de reeks in 1930 aanving, was het portret van Guido Gezelle, dat door het Davidsfonds werd verspreid. Voor het kasteel Bel Air in Willebroek bevindt zich de bronzen torso van Jan Neutjens.
Deze jeugdvriend, dorpsgenoot en poseur van de beeldhouwer, trok samen met de kunstenaar en een vriendin naar Parijs. Tijdens de Pinksterdagen van 1938 werden de musea bezocht. Vooral het Musée de Cluny, met zijn schat aan middeleeuwse sculpturen, maakte een diepe indruk op Herman en markeerde blijvend zijn visie op religieuze kunst. Op het einde van de jaren 30 was Herman de Kuyper als kunstenaar gerijpt tot een persoonlijkheid die een eigen beeldtaal sprak. Hij kon deze vormtaal het best realiseren wanneer hij rechtstreeks ging tappen in steen en hout. Via de taille direct kon de beeldhouwer materiaal, vormen en inhoud styleren tot uitgepuurde vormen. Een inzicht in het creatieve proces van ontwerptekening over klein ontwerp tot het eindresultaat in steen kan goed gevolgd worden aan de hand van de grote religieuze cycli in Calfort en Ruisbroek. Van de Rozenkrans in Calfort bestaan er enkele ontwerptekeningen en de schetsen in gips. Ze geven ons een doorkijkje in het creatieve laboratorium van de schepper van deze mariale cyclus uit 1951 en 1952. De oudste kruisweg vinden we terug in de Sint-Catharina-kerk in Boom. Zowel het triomfkruis als de 14 eikenhouten staties met gehistorieerde bas-reliefs werden in 1939 gegutst. In de taferelen zijn nog sporen van een rigoureus expressionisme terug te vinden. Dezelfde strenge, ascetische vormgeving vinden we terug in het levensgrote Lutgardbeeld dat priesterdichter Jan Hammenecker in 1931 bestelde voor zijn kerkje in Westrode. Het stuk bevindt zich momenteel in de parochiekerk van Meissen. De vergrote Christushand op het hoofd van Lutgard is een originele vondst. De religieuze thematiek in het oeuvre is zeer rijk en gevarieerd uitgewerkt in hout, steen en keramiek. Van pietas tot allerlei heilige figuren vinden we terug. Sint Franciscus en andere tot de verbeelding sprekende heiligen, zoals Lutgardis en Christoffel, passeren de revue. Een centrale plaats neemt de lijdende Christus in. De plastieken omvatten zowel evocatieve koppen, Christustorso's, tot het hele corpus van de gekruistigde. Bij voorkeur sneed hij ze in getorste takken eikenhout.
In het Hof ter Zielbeek in Ruisbroek bevindt zich de belangrijkste openluchtkruisweg van Herman de Kuiper. Hij werd tussen 1942 en 1944 rechtstreeks gebeiteld in Arduinen platen naar kleine tekeningen. De personages komen voor een neutrale achtergrond tot leven in een lineair vlak relief. De visionaire verbeeldingskracht is gebaseerd op de expressiviteit van het menselijk gelaat. Het laatste grote gedenkteken dat de Kuiper in 1957 mocht uitvoeren, was dat van priesterdichter Jan Hammenecker in Mariekerke aan de Schelde. Samen met Maria en Jezus staat de dichter op een vissersloep, omstuwd door een net vol vissen. Dit monument is een synthese in kunststeen van leven en werk van de Schelde-dichter. In het kerkje bevindt zich tevens de eerste kerkelijke opdracht die de Kuiper door bemiddeling van Hammenecker mocht maken, aan het begin van zijn loopbaan. Sint Job zit neer op zijn gekende mesthoop en klopt zich met de hand deemoedig op de borst. De 26-jarige houtsnijder beitelde met veel vakmanschap en zin voor detail dit devotiestuk. De collectie in het museum geeft een staalkaart van het gevarieerde oeuvre in diverse materialen en technieken. Van de kwetsbare gipsen uit de eerste, lyrisch-impressionistische periode, gingen er veel verloren, ten gevolge van een fatale V1-bominslag op het einde van de Tweede Wereldoorlog. Charlientje, een kindernaakt uit 1932, vormt een hoogtepunt in zijn boetseerkunst. Een glad modelé geeft de impressionistische toets verdreven en geeft spankracht aan de tere huid. Onder de levensgrote geklede vrouwenfiguren bevindt zich een figuurstudie naar zijn jongste zuster. Ontvoogding is een uitbeelding van een jonge, geëmancipeerde vrouw. Lezende Johanna de Win is op haar beurt een momentopname van een wandelend meisje met opengeslagen boek in de handen. De korte haarsnit en opvallende schoentjes zijn typisch voor de jaren 30. Ook de torso van Jan Neutjens is een fragment van een levensgroot mannelijk naakt dat werd verwoest. Het thema dat de kunstenaar als intimist het liefst uitwerkte in steen, hout of klei, was dat van het moederschap. Moeder en kind in profane of religieuze gedaante vormden een onuitputtelijke bron van inspiratie. Witte Franse steensoorten, marmer en arduin, werden omgetoverd tot tedere omhelzingen. De beeldspraak van het bovenlichaam met suggestieve gelaatsuitdrukkingen is een constante. Het vooraanzicht domineert en de sporen van de gehanteerde beitel zijn bewust achtergelaten. De tegenstelling tussen af en onaf, ruw of gepolijst, verlevendigt de kijkervaring.
Het steenblok legt zijn wil op en bepaalt diepgaand de vormgeving die erdoor een primitieve oerkracht krijgt. Een reeks familiegroepen geven aan het gezin als drie eenheid tussen vader, moeder en kind gestalte. De Kuiper kapte ze graag in wit Carrara-marmer, dat aan de gepolijste vleespartijen een etherisch effect geeft. Ook in hout sneed hij graag deze geblokte en verstrengelde figuren met gesublimeerde gelaatsuitdrukking. Zoals steen werden ze glad geschuurd en voorzien van een patina. Ze zetten de kijker aan tot contemplatie. De eenheid tussen man en vrouw in het huwelijk kreeg soms letterlijk gestalte in een concaaf stuk hout. Aan de binnenkant werd een vrouwensilhouet in relief gesneden en op de buitenzijde haar mannelijke pendant. Herman de Kuiper was bij uitstek de verbeelder van de grote levensmomenten. Het paringsmotief wist hij op een gesublimeerde manier vorm te geven in keramiek. De gestileerde, vlakmatige opbouw vraagt in zijn monumentaliteit om schaalvergroting. Het thema van de zwangerschap was van in het begin present. Meestal gaat het om rechtopstaande geklede vrouwenfiguren met gezwollen buik. De aanwezigheid van een duif op de schoot geeft aan dat het om een Onze Lieve Vrouw in verwachting gaat. Een meesterwerk in dit genre kapte hij in marmer. De balk werd zoveel mogelijk behouden en het lichaam gesuggereerd door een abstract plooienspel van het kleed. Het serene en schuin ingeplante gelaat lijkt in een roes verzonken. Met dit stuk bereikte Herman de Kuiper in 1937 de top van zijn kunnen als religieus kunstenaar. De plastische vertolking van de baring leidde tot het ontstaan van de liggende of gehurkte vrouwelijke naakte. Vrouwelijke naakten larderen het hele oeuvre. Ze werden zowel geboetseerd als in steen of hout gehakt. De kanon gaat van torso tot geraffineerde ranke meisjessilhouetten. Een appeltje geeft soms aan dat Eva in het spel zit. Bij de Thai Direct treft opnieuw de gesloten vormconceptie. Deze accentueert nog de lichamelijke pudeur van deze puberachtige naakte. Herman de Kuiper reserveerde in zijn kunst een centrale plaats voor de eigen wereld van het kind.
Samen met de moeder- en kinduitbeeldingen sloot deze thematiek meteen aan bij de heersende animistische tendens in de Belgische kunst. Een hoogtepunt op zich vormen de portretten van zijn eigen kinderen. Gelijkenis en idealisering liggen gesublimeerd in uitgepuurde vormen. De vergeestelijking van de stof als ultiem doel van de plastiek is hier bereikt. Als verbeelder van het intieme neemt Herman de Kuiper hierdoor alleen al in de beeldhouwkunst van het interbellum een unieke plaats in.